Kantine 11 trok vandaag naar de West-Vlaamse clash tussen KBC Kortemark en Puskas Ardooien. De thuisploeg neemt de beste start, goed voorbereidend werk van de keizer en Mika Miu duwt binnen. Er hangt wel wat geladenheid in de lucht, want Ardooien snoepte 3 spelers weg bij Kortemark. Toch is de start van dat Ardooien wat slapjes. De keizer zorgt na 4 minuten al voor een 2-0 tussenstand. Halverwege de eerste periode is Ardooien dan een eerste keer aan zet. De man poeiert de bal in doel 2-1. Maar een heel gretig Kortemark overklast Ardooien in die eerste periode. Van den Boogaarde glipt voorbij zijn tegenstander en neemt ex-ploegmaat de Lacluze te grazen 3-1. En nog voor het einde van de eerste periode zorgt Malfin voor een 4-1 tussenstand. Zo'n mooie bonus is in het minivoetbal geen garantie op winst, maar wel als je dodelijk efficiënt blijft. Der Mout zorgt van op de eigen helft voor de 5-1. En Ardooien is echt wel in een gulle bui. Een afgeblokt schot van de Lacluze en Micha Meeuw maakt de 6-1. Het wordt pijnlijk voor de bezoekers. Die geven niet thuis in deze derby. Willemijns duwt het mes nog dieper in de wonden. 7-1. En net voor halfweg mildert Ardooien dan wel tot 7-2. De bezoekers moeten nu risico's nemen om een waterkansje op puntengewin te houden. Kortemark blijft evenwel de doelpunten aan elkaar rijgen. 8-2. De bezoekers tonen wel de wil om er nog iets van te maken, maar het is echt hun dagje niet. Werkt Kortemark af aan 100%? Nee, af en toe halen ze de trekker niet over. Maar dubbele cijfers zitten er wel aan te komen. Het duidelijke verschil in de stand zorgt ervoor dat de thuisploeg iets nonchalanter wordt. Maar Kortemark laat wel zien dat het beneden zijn waarde geclasseerd staat. En het verwendt zijn thuisaanhang. Meeuw zorgt voor de 9-2. En Malfin maakt de kloof nog groter, 10-2. Als we dit niveau iedere week kunnen brengen, staan ons nog mooie tijden te wachten, denk ik. Moeten we zeker in die linkerkolom kunnen geraken. Want tot nu toe bleven we een beetje op onze honger zitten. We speelden wel goed, maar de puntenoogst was eerder aan de magere kant. Maar ik hoop dat we nu vertrokken zijn voor een hele mooie reeks. Ardooien kan nog heel even een vuistje maken. De 10-3 komt er via een schepcorner. En de Lacluze scoort tegen zijn ex-ploeg de 10-4. Maar het is in deze West-Vlaamse clash vooral het avondje van Mika Meeuw. De 11-4 is van hem. De ex-speler van Drongen blijft Ardooien pijn doen. Hij scoort ook de 12-4. Dat is een wedstrijd waar er vooraf veel over gesproken wordt. Onderling naar de spelers toe. Er zitten een paar jongens bij Ardooien die vorig jaar hier zaten. Dus iedereen wil die wedstrijd winnen vandaag. En, ik denk dat we van de eerste minuut die wedstrijd in handen hebben genomen. En de verdiende 3 punten hebben gepakt. Kortemark minivoetbalt in het wedstrijdslot op wolkjes. Malfin zorgt voor wat gallery play. En hij zorgt ook voor de 13-4 eindstand. Kortemark geniet, Ardooien baalt. Zeker niet panikeren. Ik denk dat we vooral moeten leren uit deze wedstrijd. En dat we moeten starten met ons stevige blok. En dan eigenlijk, bij manier van spreken, ja, die kansen gaan afdwingen. Hè. En dat is dan datgene wat een beetje te weinig was de laatste wedstrijd. Maar ons blok stond er. En vandaag, ja, te veel gaan zoeken naar die kansen. En gewoon open deur te houden. Hè.